En we zijn live. Yay! Hey Ivana, wat leuk je weer te zien. Hey Dominique, ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Waarom we deze live doen, even samen, is jij hebt een nieuwe klas, een specialty klas. En die is Energize Your Creations. En nou ja, toen ik hem hoorde, ik las hem al in de Access groep van Tsjechië. En ik zag hem en ik had zo van, wauw, ik ging al helemaal aan. En ik bubbelde. En nou ja, toen vroeg jij van, vind je het leuk als hij hier naar Nederland komt? Nou ja, natuurlijk vinden we dat leuk, hè? Ja. Dus, maar goed, ik weet eigenlijk nog helemaal niet zoveel van de klas af. Dus ik wilde je eigenlijk vandaag nu een paar vragen stellen. Van, Leuk. onder andere, waar gaat de klas nou eigenlijk over? Ja, dankjewel Dominique. Ja, de klas. Hij is 2 jaar nieuw. Maar hij is inderdaad nog nooit in Nederland geweest. Er was één poging, maar toen... ik wou hem steeds live doen. En dat mocht niet. Dus ik deed hem live in Tsjechië, waar het ook niet mocht, maar veel makkelijker voor mij was om de regels heen te creëren. En dus ik faciliteer hem daar binnenkort al 4e keer en het is heel tof. Het is, ook al zeg ik het zelf, het is eendaagse cursus die gaat over creatie in de breedste zin van het woord. Dus ja, we zijn allemaal, we hebben allemaal creator in ons. Zelf ontdekte ik het echt pas 10 jaar geleden toen ik Access had ontdekt dat het bestaat. En begon me daarmee bezig te houden, zag ik eigenlijk de dingen ineens. Tot die tijd was alles moeilijk en zwaar en ging helemaal niet. En ik ontdekte Access en ineens viel alles gewoon heel makkelijk in elkaar. En ik begon al heel snel te hosten en dus evenementen creëren voor anderen. En ik had daar zoveel plezier in. En eigenlijk al in die tijd, in die eerste jaren met Access, zag ik dat de creatie met Access zoveel anders is voor mij dan. En over het algemeen ook, dan met de tools die we voor creatie hebben in deze realiteit, wat voor mij nooit heeft gewerkt. Dus dit is een cursus voor humanoïde creatie. zo kan ik het het snelste omvatten. En het gaat niet alleen over creëren van evenementen, het gaat over creëren van ons leven. Dus het kan nuttig zijn voor iemand die kunstenaar is, het kan nuttig zijn voor iemand die Access facilitator is en wil weten hoe de cursussen groter en succesvoller maken. Maar het heeft ook te maken met relaties, het heeft te maken met financiële werkelijkheid die... dat is ook een heel boeiend topic binnen het thema creatie. Hoe creëer je dat, dat het met gemak gaat? Maar ik laat je vragen stellen, want anders vertel ik alles. Het is wel leuk dat je dat vertelde, want bij mij komt dan gelijk de vraag naar boven van... kun je inderdaad naar jouw klas nu komen met... Stel dat je bijvoorbeeld... nou ja, je relatie loopt niet. Of ja, hoe wil je dat het beter gecreëerd wordt? Of dat het beter loopt? Of dat je iets anders wil creëren? En of dat nou in je werk is, of in je bedrijf, of in je relatie, of in geld. Kun je met een heel specifiek topic naar jouw klas komen? Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat je al weet wat je op gang wil krijgen. En dat we dat thema nemen en gebruiken. Die classes tot nu toe dat ik ze had gecreëerd, waren eigenlijk de hele dag van persoonlijke facilitatie. Dus wij beginnen ergens bij een vraag of bij een situatie of bij een project die niet helemaal loopt of die net begint. En hoe kan je dat dan energizen? Hoe kan je dat digitaal maken? En dus wij beginnen ergens en ik zie altijd hoe die vragen van verschillende deelnemers aansluiten aan elkaar. En het is een groot concert van creatieve mogelijkheden en van creatie. Dus als je dan naar huis gaat, dan als het goed is, heb je wel ideeën. Heb je wel ideeën hoe je verder kan en wat je anders kan kiezen.
Ja. Oh, helemaal duidelijk. Nou, dat is wel fijn om te horen. Want bijvoorbeeld, nou ja, ik zou bijvoorbeeld de vraag hebben: hoe kan ik deze cursus gebruiken om meer financiële vrijheid te kunnen ontvangen? Dus daar heb Ja. je dan ook wel mooie voorbeelden van en hoe je daarmee Ja. kunt creëren. Kijk, in mijn leven is dat, mijn leven is het beste voorbeeld van. Ja, Ik daarom. was thuis met twee kids toen ik begonnen was met Access. En ik, ja, ik heb een diploma van bouwkunde studie, maar dat wou ik nooit meer doen. Dat was niet iets wat ik leuk vond om te doen in de praktijk. Dus toen ik Access ontdekte, begon ik echt vanuit nul. En ik had ook nul contacten in Nederland en ik had helemaal nul geld. En mijn bedrijf is gewoon heel tof bezig. Wat heel bijzonder bezig is. En nou ja, ik kan niet eens uit mijn woorden komen. Want wat mij mee inschoot is, ik kreeg vandaag eindelijk de bankaccount in Tsjechië. Want omdat ik in Nederland woon, kon ik daar geen bankpasje krijgen. Dus het was ook afgelopen 4 jaar dat ik daar zoveel had gecreëerd, was dit nog steeds zo'n ding. Deze werkelijkheid wil dan niet meecreëren met bewustzijn, hè? Het was zo'n ding dat mensen heel ingewikkeld moesten betalen. En heel veel mensen haakten dan ook af. En als ik nog steeds zie wat een enorme succes dat is geweest, Foundations van 30 deelnemers. Enorme classes. Echt gewoon een hele toffe beweging is daar ontstaan. En in na 4 jaar ook deze werkelijkheid. Eindelijk, omdat ik daar per jaar zoveel aan belasting betaal, zagen ze die cijfers. Oké, nou, misschien wilde deze vrouw wel helpen. Ja, dus, ja, soms duurt het even, maar het is niet moeilijk om financiële gemak te creëren. Dat ging voor mij heel snel en ik was ook heel verbaasd eigenlijk hoe snel dat ging. Onvoorstelbaar voor mij. Toen ik begon te kiezen en toen ik begon te kiezen wat werkt, was dat. En daar kunnen we dat ook over hebben natuurlijk tijdens die cursus, want ik maakte vroeger veilige keuzes. En op het moment dat ik stopte met veilige keuzes maken, was het echt woe, helemaal nieuw. En dat is ja, heel veel waar we met geld onszelf dwars zitten, is energetisch. En als je dat dan kan bekijken met allerlei voorbeelden, ook uit mijn leven, maar ook ja, voor iedereen is dat natuurlijk ligt het natuurlijk een beetje anders. Als we stoppen met onszelf dwarswerken, dan hebben we als een humanoid geen andere keuze dan slagen. Dus, dat is gewoon hoe ik het zie. Dus ja, financiële wereld en hoe je kan investeren, maar ook hoe je kan investeren in jezelf en in jouw creaties, daar zullen we dat zeker over hebben. Dat is ook een onderdeel van. Ja, leuk, want dat is inderdaad een hele grote inspiratie voor mij dan. Als ik zie hoe jij de afgelopen jaren jouw business hebt uitgebreid. En ja, inderdaad, altijd gewoon. Jij wist altijd wel de weg van daar ga ik naartoe. Dus ja, deze Ja. keuze is zo leuk daar. Die sluit daar zo op Ja. aan. Maar tegelijk, weet je, is het voor mij altijd energie volgen. De weg opent zich voor mij omdat ik altijd kies wat licht is. Niet per se wat makkelijk is, maar ik ga niet naar waar het zwaar voelt. Ik ga gewoon altijd de lichte weg kiezen. En dan, het is niet altijd makkelijk, het duurde 4 jaar om een stomme bankrekening open te krijgen. Maar ondertussen heel veel gecreëerd en heel veel lol gehad. En ja, wat is er nog meer mogelijk? Ja, daarom vind ik deze klas ook echt zo bijzonder. Dus ik heb er super veel zin in. Eens even kijken, heb ik nog een vraag voor je? Nou ja, daar heb je eigenlijk wel een beetje verteld al van wat maakt deze klas nou zo uniek? Want je hebt meerdere klassen, dat gaat over volg de energie of wat je meer kunt creëren. En iedereen geeft zijn eigen sausje eraan, zeg ik altijd Ja, maar. Maar ja. wat maakt het dat deze, ja,
Wat is het wat jij nou hebt waar iedereen denkt, Volgens yes. mij is dat mijn sausje. Wat het uniek maakt. Want het is inderdaad precies wat je zegt. Iedereen kan je op een eigen manier inspireren. En ik doe niks. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik kies aan de basis van wat werkt voor mij, wat licht is voor mij. En enkel door excess tools te gebruiken en door wat ik weet te gebruiken, heb ik gecreëerd wat ik nooit dacht dat ik zou kunnen creëren. Ik ben trouwens met mijn derde boek bezig, die komt in september uit. Dus dat is ook een soort van heel leuk. Hoe doe ik het? Ja, ik doe het niet. Het ontstaat. Ik hou niks tegen. En als dat een inspirerende energie is, soms hoef je maar één dag in de bijzijn zijn van iemand bij wie de creatie stroomt. En je lichaam pakt al dat energie, soort van wow, ja, oké, dat. En dan is het ook al veel makkelijker soms om je eigen kompas te volgen. Ik kan me herinneren toen ik voor het eerst zat in de cursus met Dr. Dane in Stockholm, jaren geleden. Ontstond bij mij ook zo'n energetische sprong. Zo van, wow, oké. En mijn leven was anders. Na die 4 dagen was het zo van, wow, oké. Nu ben ik iemand anders. Is het gewoon zo. Toen ik daar ging, was het zo. En oké. En dat gebeurt in elke access class. En elk facilitator kan op haar of zijn eigen manier een inspiratie zijn of een bijdrage zijn. En ja, zo kan ik het ook. Dat kan ik niet in woorden uitdrukken, maar ik weet wel dat het gebeurt. Dat zie ik gebeuren. Ja, zeker. Nou ja, ik heb eigenlijk geen vragen meer voor jou. Want je hebt al zoveel verteld. Dus ik, ja, het enige wat ik kan zeggen tegen iedereen van, kom gewoon 24 juni naar Alkmaar. En we gaan er een leuke dag laten zien. Ik wil nog wel een dingetje laten zien. Want ik had tijdje een manual voor de klas. En dat vond ik dan heel... Ja, humanoid kan nooit zal dat ding blijven doen en het nog steeds leuk vinden. Dus dit jaar voor het eerst heb ik in plaats van manual, heb ik speakbriefjes. En deze zijn in het Tsjechisch, dus je kan ze zo laten zien. Maar deze zijn dus, ja, hoe doe ik het? Zo. Dan heb je gewoon elke keer een tool en een hoofdstuk en een soort van uitleg. En dat gaat allemaal over creatie. Er zijn 25 van. Het is niet dat we die gaan voorlezen en uit ons hoofd leren. Maar het kan ook wel een inspiratie zijn. En het zijn ook wel leuke dingen die je straks thuis kan ophangen op de koelkast. Als het iets is wat in jouw leven speelt. Dan wil je misschien even onder ogen hebben. Dus dat is voor nu in plaats van de manual heb ik het zo gedaan. Want ik vind het zoveel leuker om na te kijken. En, leuk, een speakbriefje. Ik hou van speakbriefjes. Ik ook. Het is een post-it papiertje, maar een speakbriefje vind ik leuker. Ja, dat is gewoon. Daar was ik dit jaar dacht ik, oh, maar ik wil iets anders. Ik heb al zoveel access manuals en weet je weer een manual. En het is natuurlijk ook heel tof dat we die tools hebben. En dit is. Hoe dit cursus ontstaan is, er staan zoveel access creaties tools, ook in de reference materials. En Gary is voor mij, dat is nog een laatste ding die ik wil zeggen, ik ben zo dankbaar voor die man. Dat is echt een creator, onvoorstelbaar voor mij, dat het bestaat. En ik leer daar zoveel van en enorme inspiratie voor mij. En die tools zijn dus niet uit mijn hoofd, maar van alles wat ik had geleerd eigenlijk in de afgelopen 10 jaren. Als ik hem bekijk en als ik naar hem luister. En als ik zie wat hij heeft gecreëerd met access in de hele wereld. Wauw. Dus ja. dat is ook natuurlijk de energie achter de klas. Het is niet alleen iets wat... wat van mij komt, maar het heeft ook verbinding met excess. Ik vind het wel heel mooi hoe je
al je ervaringen van de afgelopen jaren. Want ik heb natuurlijk ook wel wat cursussen bij jou gedaan. En zeker de creatieve cursussen. Ik weet nog goed, de graphics maken. Dat was ook zo'n. Ja, daar heb je hebt alles bij elkaar gepakt en daar vervolgens een klas van gemaakt. En dat vind ik wel heel inspirerend en mooi. Dat je al je kennis daarin zet voor. Heel geleden. En we deden ook cursussen van tekenen en in verband met energy pools en dat soort dingen. Ja, dat was vroeger toen ik nog tijd had om dat soort dingen Het is te doen. wel leuk dat alles nu bij elkaar komt en daar een hele mooie specialty class van gemaakt is. Dus Leuk. Ik ik heb ben daar zin in. Ik ben heel ook wel benieuwd wat we gaan ontdekken in Nederland en of het dan heel anders is qua vragen en de beleving in Nederland dan in Tsjechië, want dat vergelijking heb ik nu wel. En de cursus is dus wanneer? 24ste, zeg ik het goed? 24, juni. 24 juni, vrijdag in Alkmaar, heel dichtbij station. En het is vanaf 10 tot 5 uur met de mogelijkheid om daar samen met ons te lunchen of naar de stad te gaan om daar lunch te vinden. Ik heb Dus daar echt zin in. En ik ik ben ook. benieuwd welke Access ondernemingen of welke andere bedrijven willen komen spelen en wie willen daar inspiratie op doen. Dank je wel, Zeker. Dankjewel. Tot kijk. Doei. Ciao.